de Amsterdamse grachten en bruggen. Vooral die bruggen. Het is werkelijk met niets vergelijkbaar. Geen enkele stad, hoe aardig je ook voor andere steden wilt zijn, geen enkele stad in de wereld heeft dit. En daar woon je dan gewoon en je ziet het niet eens meer. Al in de vroege 17e eeuw werden er woongrachten aangelegd en ontstonden onder andere de Keizersgracht en de Prinsengracht, met overal stenen boogbruggen en stadsgezichten als deze. Of als deze, met de Westerkerk ginds in de verte. Die prachtige kerk van Hendrik de Keizer, niet de vereniging dit keer, maar de architect-beeldhouwer uit de 17e eeuw, was de eerste grote renaissancekerk van Amsterdam en van ons land. De kerk is vanaf 1984 een restauratie geweest en er zijn gedurende die tijd elke zondagochtend kerkdiensten geweest. Elke vrijdagmiddag, wanneer de bouwvakkers vertrokken waren, begon de kosteres, geholpen door 5 vrijwilligers, de kerk zo goed en kwaad als het kon schoon te maken en de stoelen terug te zetten. En elke zondag konden de kerkgangers zien hoe ver de restauratie die week gevorderd was. Nu is het werk aan de kerk bijna klaar. De komende zomer mag iedereen de hele week door komen kijken hoe mooi het geworden is. Hoe prachtig mooi. De kroon op het werk, zou je kunnen zeggen. Keizer Maximiliaan schonk Amsterdam de keizerskroon uit dankbaarheid dat de stad hem met veel geld had gesteund in zijn strijd tegen Rotterdam en Woerden, de Hoeks- en Kabeljauwse twisten. Zegt u dat wat? Daarom dragen kerktoren en stadswapen de keizerskroon. Heb je het jaartallenboekje wel bij de hand eigenlijk? Kijk, deze beelden geven zo mooi weer hoe de Amsterdamse grachten eruit zien op een zonnige winterochtend. De Prinsengrachtwand met zijn rug naar de Jordaan. Moet je nou eens kijken. De hele kuif zit vol met uitbundige fratsen en lijkt wel op zo'n grote bepoederde pruik. De attiek, zo heet dat sierstuk, zit voor de zolder en er zitten zelfs nog raampjes in, zoals u ziet. Zulke huizen staan er legio in Amsterdam. De huizen er tegenover zijn heel wat soberder, maar dat waren vroeger pakhuizen. Nu zijn ze verbouwd tot woningen die een diepte hebben van 20 meter en uitzien op de Jordaan. Want daarover gaat deze impressie. We stappen daarom ook met grote stappen door de Jordaan, die veel te groot is voor één ontdekje plekje, dat zult u kunnen billiken. De Bloemgracht is een van de mooiste Jordaangrachten. Een voorname gracht ook, met een huis als Van Prins geen kwaad, dus de bewoner heet Prins. Maar of je nou ook iets te maken heeft met dit monogram is niet duidelijk. Moet je eens kijken wat een leuke rij. Deze 3 trapgevels staan op 1 breed pui van een pand uit 1642. Het pui zit vol met glas en luiken en het houtwerk glimt prachtig van de laatste verfbeurt. Willem van den Anker geeft het een geroutineerde laatste toets. En het kan er weer jaren tegen. We zitten nu weer vlak bij de Westerkerk en dat komt omdat Theo Thijssen hier 110 jaar geleden werd geboren en omdat het restant van zijn geboortehuis dreigde gesloopt te worden.
Nu is er goede hoop dat er een reconstructie van het oude huis zal komen. En het is het waard. Want de Amsterdamse schoolmeester en schrijver van De Gelukkige Klas en Kees de Jongen heeft de Nederlandse lezer niet alleen verrast door zijn gewoon aandoend woordgebruik, maar vooral met Kees de Jongen en zijn jongensleven in de twintiger jaren. Hans Baaiens bronzen beeld van de schrijver en een schrijvende jongen staat op de Lindengracht bij de Brouwersgracht, helemaal aan het andere eind van de Jordaan. De Brouwersgracht is zo'n gracht die speciaal voor de handelsvaart werd aangelegd. Een breed water, makkelijk toegankelijk vanuit het IJ, volgebouwd met geweldige pakhuizen en een altijd durend rumoer op de kaden van lossende schepen van verre streken die geuren verspreiden zoals je die nog nooit geroken had. Als zondags de klokken bijerden en het verder stil was, bleven de geuren hangen boven de grachten tussen de schepen. Kees de Jongen heeft ze geroken. Zeker. Het is allemaal veranderd. De kruidenzolders zijn omgebouwd tot geriefelijke etages, maar de oude namen op de pakhuizen zijn blijven staan. Want nieuwe namen verzinnen, dat doe je toch niet. Een impressie van de Jordaan, meer was het niet. Kijken naar de dingen die we al lang kennen. Dat hoekje bij de stenen boogbrug. Al die huizen die allemaal hun eigen gezicht hebben, als mensen die op een optocht wachten. Er zijn er die feestmutsen op hebben en grote ogen opzetten. En allemaal in hun zondagse pak. Een lampionoptocht, daar lijkt het op. En allemaal hijsbalken als stevige Hollandse neuzen in de lucht. De veelbezongen Amsterdamse Jordaan, waar de vroegere bedrijvigheid nog eens terug te vinden in de gevelsteen van een huis waar garen ontward werd. De achtergevels van al die huizen, hebt u daar wel eens aan gedacht? Ze zijn allemaal heel eenvoudig, want enige sier, wie ziet dat nou? Een hekje voor een kelderraam met een gietijzeren granaatappel, wie ziet dat nou? Ik? En u? Nu.